Je bent ontslagen! Ik ben eruit! Nee, ik heb... 3, 2, 1... Ga ik de bak in? Nee! Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Even een applausje voor mijn manager. De eerste keer. En ik wilde gewoon dat jij vroeg je bed uitkwam. Oké, okay, laten we even kort het verhaal vertellen. Het is vandaag dus 10 november en we hadden een afspraak vandaag. Maar mijn vader dacht dat het om 10:00 ochtends was. Maar het was dus om 2:00 middags. Dus hij had de datum verward met de tijd dat we een afspraak hadden. Dus hij was hier om 10:00 ochtends vanochtend. Ja, ook voor niks. En toen kwamen we erachter dat de afspraak pas om 2:00 middags is. Ja, dus het is de 10e november. Je bent ontslagen! Eruit! Eruit! Nee, ik heb het leukst geregeld voor je. Oh. Ah, nee jongens, kan een keer gebeuren natuurlijk. Hè. Weet je, normaal gesproken is mijn manager, doet hij wel zijn werk goed, maar... Oh, papje toch. Nee, jongen. Ik denk dat ik gewoon een keer degelijk salaris ervoor geef. Hij krijgt een hartstikke goed salaris. Wat doe je? Hij krijgt een doek op meer in mijn bed. Dat is het. Nee, ja, maar we hadden dus eigenlijk een afspraak, dachten we vanochtend om 10:00, maar dat ja, is dus helemaal niet. Maar jongens, mij een hele goede morgen dus en welkom terug bij een nieuwe vlog. Het leuke was ook dus, we hadden Jade en Ricardo, die we moesten even wat bespreken. Dus die hadden we heel sneaker allemaal naar boven gestuurd van, ga maar boven zitten bespreken. Ja. Maar ja, dat was dus ook allemaal niet nodig. Nou, toen kwam je na een half uur boven met, kunnen we toch wel naar beneden komen? Om 2:00. Nee, je doet altijd goed je werk hoor, meneer Latoy. Ik ben heel tevreden met u als manager. En die race slim, hè? Hij wil die loopvrouw niet doen. Dit gaan beginnen over zijn salaris. We hebben een deal! We hebben een deal! Alleen we weten niet of de deal zeg maar doorgaat. De deal? Als ik Ricardo €750 geef, dan mag ik zijn baard eraf scheren. 750 euro, ja. Vind je dat het waard of niet? Nee. Nee, ik geloof het wel. Dat vind ik het ook niet waard. Ik kan aan de kijkers vragen of ze al mijn eurotjes sturen. Nou jongens, ik ga nu een donatielink hieronder in de reacties gooien. Nee, ben je echt zo duur? Ja, maar ik ga... Ben je echt zo duur? Luister, dit is mijn enige personaliteit. Ja. Ik heb geen leuk innerlijk of wat dan ook. Nee, dat weten we allemaal. Ik snap hem wel. Hij mag er zelf een duur prijskaartje aan. Ja. Ik bedoel, kijk, als mijn baard eraf moet, gaat ook 1000 euro kosten. Dus ja. Zo, jij bent nog duurder. We zijn even lekker aan het ontbijten. Zijn wij team ik lust wel boter of team ik lust geen boter? Ja, ik doe er altijd heel veel op. Oké, dat is waar. Lust je boter? Ja, maar niet zoveel als jij denkt. Lust je boter? Ja. Ja. Ik lijk wel een beetje op jou, denk ik. Ja, jij neemt ook altijd heel veel boter. Wat zijn jullie? Lusten jullie wel of geen boter? Want ik kan dus echt niet begrijpen. Ik vind het brood altijd heel erg droog als je geen boter erop hebt. Maar jij doet echt gewoon... Ja, maar daarom. Ik jij doet juist. Een boter. Jawel. Nou, gewoon een laagje. Okay. Een dun laagje. Ik zit trouwens bij mij op de zaak. En dan smeer ik inderdaad wel mijn brood. Kijk altijd commentaar dat ik me... Ja, dat heb ik ook altijd. Maar ja, ik vind het gewoon lekker zo. Ja. Ik gebruik boter alleen zodat mijn vleeswaar blijft plakken. Ah. Ik echt voor de smaak. Je hebt zeg maar brood met boter en boter met brood. Ja, dat is dit. Zien jullie hoe open de tuin weer aan het worden is? Dat je gewoon door alle bomen weer heen kan kijken. Zo wat, heel mijn privacy is straks aan het verdwijnen. Die boom gaat ook nog helemaal uitvallen die je daarachter ziet. Deze gaat ook nog helemaal uitvallen. Deze gelukkig niet. Er is net iemand langs geweest die dus heel de maand december hier de tuin gaat verlichten. En heel de bomen worden ook helemaal lijp uitverlicht. Met spotjes, dingen erop, lampen erop, kleurenlampen erop. Dat gaat dus vanaf december gebeuren. Ik heb net een afspraak gehad hier zo thuis. En hij zei dus dat het er ook al een beetje uit kan gaan zien alsof het echt spookbomen worden. Het is wel echt wel gaaf. Maar het ziet er sowieso al een beetje uit als een spookboom eigenlijk zo. Maar die verlichting blijft dus een maand sowieso staan. Dus het wordt echt een sprookjestuin, zei hij zelf ook al. Ik heb sowieso tuinverlichting trouwens hier, zo deze lampen, maar die zijn dus allebei op. Je ziet ze hier zo staan. Maar binnenkort wordt dit dus helemaal verlicht, tot ook met deze boom waarschijnlijk. En het winterwonderland thema komt in huis, maar dat wordt zo leuk. De maand december gaat echt weer top worden, met alle toevoegingen. En kijk eens wat hier zo ligt. Het ziet er echt heel smerig verroest uit allemaal. Deze lampen, ik wil niet weten hoe oud ze zijn. Maar we gaan dus even met de auto van mijn vader. Ja, dit is je laatste maandje dat je erin rijdt, hè? Laatste week is je. Laatste... Nee, het is echt een maandje ongeveer. Ja, nog 3 weekjes. Nee, ik doe al een week, anders duurt het zo lang. Een maand klinkt te lang, zeker. Ja. Ik heb gezien dat heel veel mensen een comment hebben achtergelaten waarin ze geraden hebben wat jouw nieuwe auto gaat worden. Ja? Ja. Ik heb het gelezen, ja. Jij hebt het gelezen? Ik heb het gelezen, ja. Ook de kleur met af en toe... Stonden er goede tussen, of... Er stonden wel een paar
tussen die goed die... waren. Oké, oké. Fout ook. Zoals ik eigenlijk dus al gisteren verteld heb ook in de vlog, ga ik dus ook op diezelfde dag een nieuwe auto ophalen. Dat heb jij allemaal even geregeld, hè? Dat ja, heb je allemaal even goed geregeld. Maar dat gaan jullie allemaal op 1 december dus zien. En nu gaan we dus onderweg naar Straluma, dat is een lichtwinkel, of een lampenwinkel eigenlijk om het zo te noemen. Want we gaan eens even wat lampen halen, of we sowieso in de tuin ook die vervangen moeten worden. Want deze zitten er al veel te lang in en die zijn allemaal op en leeg. En dat is zonde, want de tuinverlichting kan heel erg mooi zijn. Maar dan moeten we het wel doen. Dat is zeker waar. Ook hebben we net weer een afspraak gehad. Een beetje een dag met afspraken en afspraken. En afspraken. Over de verlichting dus boven de auto. Want jullie hebben laatst de schetsen gezien in de vlog dat dit het zou worden. Maar ik vind zelf dus qua verlichting dit toch wel een stukje mooier. Vandaar, we hebben daar ook even een gesprek over gehad en wat andere dingen besproken. En volgende week gaan we waarschijnlijk grote veranderingen zien. Met de kozijnen dus, de nieuwe garagedeuren die een stuk groter zijn. Dat komt er dan allemaal in. Het is vandaag woensdag, dus deze week gaat er niet heel veel meer gebeuren. Maar volgende week waarschijnlijk dus wel. Zo, goeiedag. Nou, ik wilde net gaan filmen. Knal even op mijn auto. Kijk, een lichtwinkel. Zo, hier hebben ze genoeg lampen. We kunnen hier dus trouwens ook gelijk even wat kijken voor wat andere verlichting in de studio straks. Want ze hebben hier echt van alles. Waarom ben ik nog nooit in deze winkel geweest? Ze kennen echt overal lampen. Wat? Nou, heb je mij dit niet eerder kunnen vertellen? Een van de weinige lichtzaken nog in Rotterdam. Wel echt zonde aan de ene kant dat deze rap weggaat, jongens. Het blijft wel echt een apart iets zo, die jungle rap. Maar nogmaals, misschien komt het ook wel op zijn nieuwe auto. Hè? Misschien. Nee, die kleur die ik nu heb, hè? En die was geen ene keer goed geraden. Is die geen ene keer goed geraden? Eén keer. Ik denk dat die kleur nog wel even. Oh, kut, mondkapjes. Oeh, ja, fuck. Dat auto. Oh. Ja, zijn nieuwe kleur straks wordt ook wel echt mooi. Kijk, ik zie hier ook al gave dingen voor in de studio, hè? Ja, hè? Qua verlichting. Ook voor dit soort dingen aan het plafond. Ik hou echt van die LED dingetjes zo. Wow, check dit. Ziet er ook apart uit. Huh? Een soort van regenbooglampachtig. Genoeg ideeën om hierop te doen in ieder geval. Oh, check dit. Dit kan ook op de muur of zo van dit soort patroontjes. Hier hebben ze ook voor aan het plafond. Ik kan hier in ieder geval mijn ogen uitkijken en aardig wat inspiratie opdoen. Zo, kijk. Dit is ook gaaf, ja. Ja, het moet zo fel mogelijk op de auto zijn. Zodat als die gepoetst is, dat het er zo strak mogelijk uitziet. Kijk, hier hebben we er nog een aan het plafond hangen. Deze verkleurt dus. Zie je, hij wordt blauw. En hij blijft ook wit. Dit wordt groen. Dat is ook wel gaaf. Dat je hem in het rood kan doen of zo met de Ferrari. Dit zijn ook hele felle panelen. Ik vind deze dingen... Kijk, dit is dus ook echt gaaf om op te hangen aan de muur. Ja, hè? Aan de zijkanten misschien. Echt van die LED-panelen. Ja. Geeft een heel apart effect. Ja, zeker. Echt vet leuk. Ik kan hier echt heel veel ideeën opdoen. Wow, check dit. Dit is een zieke kroonluchter. Hé, dit in de gang beneden. Als je binnenkomt bij de deur. Ja, het is wel heel chic. Het is echt heel chic dit. Het ziet er heel fancy uit zo. Ja. Oh, daar heb je nog zo'n gave kroonluchter. Kijk. Dat geeft weer een heel ander effect aan het huis. Als ik dit zo allemaal zie, dan denk ik nog steeds wel dat de honingraad, wat ik liet zien, dat echt het beste een beetje is. Maar die panelen voor aan de muur bijvoorbeeld, aan de zijkant, zouden ook wel gaaf zijn. Zo, kijk. Dat is ook weer heel apart. Ja, als je dit dan in het witte licht hebt. Wat een lampen, jongen, allemaal. Zo, nou, terug in de auto, lekker het mondkapje weer af. We zijn wat ideeën rijker. We moesten dus even die tuinlampen halen, maar die hebben we besteld, want die hadden ze niet op voorraad, blijkbaar. Helaas. Ja, een beetje kut. Daar gingen we eigenlijk voor. Maar wel leuk om even wat verschillende opties te zien die dus mogelijk zijn, hè, straks. Ik vind ook echt dat lampen en verlichting echt een kamer zo ziek kunnen maken met LED-strips en zo. Dat geeft zoveel effect. Vind je niet? Ik vind het wel, ja, absoluut. Ja. Dat licht doet heel veel. Piccolo! Piccolo! Eet je zak Piccolo? Ja, de C en de... Nee, de O en de B zijn kapot. Er moet een ander... Piccolo! Nou jongens, de zaak zou eigenlijk Picobello moeten heten, maar sinds kort heet het Piccolo. Piccolo. We zijn net in de lampenwinkel geweest. Ja, maar dit is wel even een andere koek. Oh, nou, ga jij maar even naar de zaak. Hij moet even bij de zaak naar binnen. Ja. Even dingen fixen, even mensen ontslaan. Nee, god. Lijkt me zo leuk een keer. Kijk, ik heb ook een eigen zaak, maar mijn vader heeft echt een eigen zaak. Om gewoon je eigen zaak in te lopen en iedereen gewoon voor de grap een keer gewoon eruit te gooien. Op rot en nu de zaak ontslagen. Iedereen allemaal op don. Soms komen er gewoon even rare dingen in mezelf naar boven, hè? Oké, we hebben een idee dus, jongen. Nee. Jawel. Stop om de hoek. Oh, dan straks. Ga ik helemaal lachen. Stop om de hoek. Wat we gaan doen, jullie weten, ik heb al eens eerder gezegd dat je op de pont dus moet. Maar je moet per persoon betalen die in je auto zit. Ja, wat nou als ik gewoon in jouw kofferbak ga liggen? Ja, maar dan ben je wel illegaal bezig. Voel je, dan betaal de volgende keer wel extra, joh. Gewoon even doen om te kijken of het lukt. Kijken of het lukt of ze erachter komen. Okay. Sorry mensen van de pont. Ik weet dat sommige mensen van de pont dit ook kijken. Maar zal ik dan...
Zo rustig aan, joh! Hey! Oh ja, ik heb het helemaal, het komt dat ik ineens... Jij moet wel de camera straks dan aanzetten, hè? Zeg maar, ik ga nu in de achterbak liggen. Ja? Ja, ik heb niet zo'n hele grote alcohol. Dan moet je me daarna dan wel weer uitlaten. Ja, hè? Oké, volgens mij scheelt het 75 cent, maar we willen gewoon eventjes dat experiment uitproberen. Oké, okay, ik ga even kijken... Kan ik überhaupt inliggen? Dat is de vraag. Ik heb niet zo'n grote kofferbak hoor. Ja, joh, tuurlijk. Je moet ook makkelijk in kunnen. Ja? Makkelijk. Moet je een beetje zacht liggen. Ja. Nou, ja, ik ga hier in liggen. Ga eens kijken of je erin past. Wat erg. Voor 75 cent, hè? Ja, voor 75 cent. Yeah! Okay, we gaan het gewoon proberen. En dan als ze straks vragen bij de pont van hoeveel personen ben je mee? En dan zien ze er maar één. Ja. Maar dan weten ze niet dat ik achter is. Ik kan mijn lachen niet in houden dadelijk. Ja, dat kan je wel, dat kan je wel. Ja. Ik ga de camera even hier neerzetten. Oké. Okay. Nou, ik ga dus in de kofferbak liggen. En we gaan het gewoon proberen. Dit is echt heel erg. Ja? Ja, doe maar dit. Oké. Ja. Hallo? 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 Ja, ja. Hè? Hallo? Nee, hey, dat doe je niet dadelijk als je erin. Als we op die pont staan, hè? Hallo? Nee! Ik word ontvoerd! Ja, dan ga ik niet op schuld dadelijk. Dan ga ik de bak in. Hallo? Nee, als je dit één keer doet, ben je gelijk de lul. Dan ben ik de lul. Ja, lekker boy. Nou, doe nog een klein stukje. Ik ga vast mijn knipkaartje pakken. Kijk, nu kost het maar één knipkaartje. Ah, dat is even 75 cent. Wauw. Ik heb een abonnement trouwens. Voor de auto en voor mezelf. En dan een passagier erbij, dat kost maar 75 cent. Dus het gaat er even nergens over. Zelf, hoe skeer wij zijn. Oh, ja. Oh. Ik zou me doodschamen als er ineens van... Hé, hey, heb jij iemand in die kofferbak? Ja, Ja, ik zit hier! Nee. Nou, we zijn bijna bij de afslag nu. En dan gaan we hier naar links. Is die er al? Ja, we staan nu in een klein rijtje. Als waarom heb jij een trillende stem? Ben je zenuwachtig? Nee hoor. Oh, wat erg. Hey, nee, dit is al te veel wat je nu doet, hè? Oh. Ik stap even uit om te kijken of ik jou niet zie. Ga ik niet opvallend kijken? Ik heb gelukkig hele donkere ramen aan de achterkant. Sst. Oh, de pont komt er nu aan. De auto's komen nu voorbij, dus de pont loopt leeg. Ik hoop ook niet dat je moet hoesten of niezen of wat dan ook. Dat wordt dan 2,50 euro. Ja. Ja, we gaan rijden nu. Het is echt nu stil nu. Hij wordt zenuwachtig. Ik heb zo'n idee dat iedereen me aankijkt. Zo, er staat een man naar me te staren de hele tijd. En die vrouw. Maar dat idee heb ik maar, denk ik. Hoi. Hoi. Ja, dankjewel. Yo. Ja. We gaan naar de overkant. Kijk ze nog, voor mij heb ze, ja, ik ga alles denken nu. Zeg maar niks hoor, ik ben net aan het telefoneren nu, ik ben aan het praten. Zogenaamd. Ik ga alles denken dat ze nu met elkaar aan het lullen zijn van joh, volgens mij hoor ik een stem daar in die auto. Zo aan, bij de overkant dat je dan uitstapt Gio. Wat? Dat als we aan de overkant staan dat ik dan stop en dat we de achterbak open doen. We zijn. Ja, we zijn aan de overkant. Hou je er vol? Ja hoor. Hey! Oh. We zijn thuis. Oh, dit is zo ziek. Voor 75 cent. Goed hè? Oh jongens, het experiment heeft wel gewerkt. Ja. Was je zenuwachtig? Ja, ik was heel zenuwachtig. Jij was zenuwachtig? Ja. Oh jongens, we zijn weer aangekomen thuis hier zo. We gaan... Wat? Elk moment van, oh jee, dat... Ja, maar je hebt er wel een camera op je dashboard staan. Dus je valt wel een beetje op natuurlijk, zeg maar. Ja, tuurlijk. Die zit altijd een camera op je dashboard staan. Die heb je ook niet voor niks op je dashboard staan. Nee, niet iedereen heeft dat. Nee, nou, we gaan het de volgende keer wel even goed maken om 10 dubbels, gewoon even 7,50 of zo, of een tientje te geven. Maar, hey,
Het is gewoon gelukt. Oh, 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 wat een kut experiment ook. Nou, heb je toch 75 cent uitgespaard. Ja, hey. Ja, doet dus 10 keer. Daarom. Jongens en meiden, Jaad en ik gaan straks wat leuks doen. Tenminste, we denken dat we iets leuks gaan doen. Het is eigenlijk een beetje gewoon echt een verrassing. Het is een heel random verhaal. Ik zal het jullie eventjes kort uitleggen. Ik was dus laatst in een vlog geweest, samen met Ricardo, bij de winkel Pipo's. Dat is een hobbywinkel eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Toen had ze mij dus een berichtje gestuurd van sorry dat we niet je verwachtingen waar konden maken, want ik was op zoek naar een partypopper, maar die hadden ze daar dus niet. En toen zeiden ze, bij ons vind je alleen knutselspullen en over een maand willen surprises. Mocht je openstaan voor je traumaverwerking, roep maar. Dan laten wij door een van onze allerbeste surprisemakers er eentje voor je maken. Super grappig dus. Ik was gewoon alleen daar in die winkel op zoek eigenlijk naar een partypopper, zoals ik al zei. Toen stuurden ze me ineens later een berichtje. Hi Gio, ik heb van onze surprisemaker begrepen dat de surprise bijna klaar is. Laatste verflaag gaat deze week op. En het is zelfs de allermooiste surprise die wij ooit gezien hebben. En dat is wat. Met 30 jaar ervaring een hele prestatie. Nou, ik ben echt ontzettend benieuwd waar ze straks dus mee aan gaan komen. Vet grappig dat we daar dus gewoon langskwamen in de winkel. En nu ineens hebben ze dit gewoon helemaal gemaakt. Dus vandaar, ja, en ik ga straks de deur uit. Gaan we naar die winkel toe. En dan gaan we dus kijken wat ze ja, gemaakt hebben. Ik heb echt geen idee. We hebben een kwartiertje gereden. We moeten nu het winkelcentrum in en dan dus naar de winkel Pipo's, als ik het goed uitspreek. En dan gaan we dus, als het goed is, verrast worden daar. Ik vroeg ook, staat het onder een doek of weet ik veel wat? Jongens, ik heb echt geen idee wat we kunnen verwachten. Dat is het rare. Maar we moeten hier straks naar binnen. Nou jongens, we zijn dus hier zo binnen bij Pipo's. Ja, daar komen ze even naast me staan. Ik moet nog steeds eventjes één dingetje rechtzetten. Het is dus echt een winkel gespecialiseerd in surprises en alles. Toch eigenlijk En surprises. Precies. Vooral nu, ja, surprises. Vooral nu, ja. Dit is de tijd van het jaar eigenlijk. Nou, hier zien jullie al onder het doek staat dus iets. En er ligt dus een briefje op. Eigenlijk een gedicht. Ga ik hem voorlezen of ga jij hem voorlezen? Doe jij het, maar ik neem de filmtaak wel op. Oké. Dit kan niet waar zijn, toch? Dacht Sint bij het zien van Gio's en vlog. Hij belde meteen het Pipo's team en riep, dit moeten jullie zien. Jullie kunnen dit vastfixen. Zijn er nog surprisebouwers die zitten te niksen? Je beste bouwers heb ik nodig. Meer uitleg was overbodig. We belden wat rond tot iemand de juiste bouwer vond. En een medewerker met ervaring in modelbouw. Ah, hey, dat is een kleine tip natuurlijk. die de mooiste surprise bouwen zou. We hopen hiermee het surprise-leed te verzachten. Je hoeft nu niet meer lang te wachten. Dus vlug, 1, 2, 3. Onder het doek zit jouw eigen... Puntje. PS, kapot maken hoef je hem niet. Je cadeau zit aan de onderkant, zoals je straks ziet. Nou, leuk. Spannend. Wat zal het zijn? Ja. Okay. Gaan we aftellen? Ja, zeker. 3, 2, 1. Hoppa! Kijk eens. Zo. Oh, wat leuk, jongens. Precies de Ferrari die ik heb staan. Wat een leuk ding. Zelfs het paadje hier zo achterop. Kijk eens even hoe mooi die in details is gemaakt. Wauwie. Echt mooi, dankjewel. En er zit een cadeautje aan de onderkant of zo? Wat, ja, ah, even kijken. Ik hoop dat je eigen spiegel beter van ziet. Ja, dat hoop ik ook. Een Pipo's giftcard, kijk eens. Maak er een mooie Sinterklaasavond van. Groetjes team Pipo's. Een waarde van deze giftcard, 100 euro. Nou, we gaan er nou, even komen. Gaan we gelijk doen. Nou jongens, dit is toch even helemaal leuk. Nooit verwacht dat een Ferrari hier zo in de Porsche zou passen. Kijk even, hij lijkt echt heel goed zo hoor. Van achteren, die knalpijpers eronder. Echt heel leuk gedaan is dit. Even kijken, moeten we even goed neerzetten. Het was zo random en leuk tegelijk. Echt nice. Eigenlijk moeten we dit jaar iets organiseren dat de surprise moet vorige kamer moet gaan maken. Ja, eigenlijk wel hè. Het is wel leuk voor de vlog ook misschien. Ja. Trouwens jongens, sorry, alles moest op het mondkapje natuurlijk. Ik heb echt een hekel aan die mondkapjes, maar het kon even niet anders. Vinden jullie het irritant te kijken met mondkapjes op of niet? Dat vraag ik me eigenlijk wel af. Of snappen jullie ook wel van ja, het moet, dus het ja, kan het niet anders. Ja, het moet natuurlijk, maar ja. Het is wel, je ziet minder emotie en dat is wel jammer. Ja, dat is echt jammer. We zijn net thuis en ik heb hem even een mooie plekje gegeven. Kijk, ja trouwens, mooi is het niet, maar ik weet even niet waar ik hem anders moet neerzetten. Hier komt hij even te staan. Eigenlijk, straks als de kerstboom er is, moet hij misschien daar erbij of zo. Ik weet echt namelijk even geen betere plek ervoor. Hey, jongens. Dit is even heel... Dit is een primeurtje in onze relatie. Jade is op dit moment de vlog die jullie aan het kijken zijn. Zij is hem aan het editen. Ja. Hebben jullie tot dit moment al doorgehad of niet dat er andere dingen zijn? Of is het gewoon precies... Misschien weet Jade gewoon precies hoe ik het doe. Nou, ik kijk ondertussen hoe lang al jouw vlog sinds dat ik fan was, dus dat is wel... Ja, dus dat is wel best wel lang. Dat is best lang, volgens mij toen je 13 was of zo, hè? Ja, zoiets. Ja, en toen je... Ja. Maar,
ik ben benieuwd of jullie doorhebben dat Jade deze vlog geëdit heeft. Of het anders is of niet dan hoe ik het zeg maar normaal gesproken doe. Of dat jullie gewoon niks, geen verschil eraan merken. Nou, jij zei wel dat ik wel op dezelfde manier. Ik zit even mee te kijken. Ik moet zeggen, je doet het... ik heb ook zeg maar zelf een eigen YouTube kanaal. Dat zou ook wel nice zijn dat ik kan editen. Maar het is wel een ander programma, dus misschien dat ze daar iets... Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik ga even verder. Ja. Ondertussen is het, je ziet het niet goed, 1:15. We hebben net de serie Kastanjemanden afgekeken. Eng serie, wel een hele goede serie. Ik kan hem aanraden. Hij staat op Netflix, Kastanjemanden. Oh, heel eng. Ja, je vond hem ook eng, hè? Ja. Zeg maar, het is aan het begin gewoon creepy, maar aan het einde is het echt... Echt. Goeie serie. Lieve kijkers, jongens en meiden. Dit was ook gelijk de vlog voor vandaag. Ik ga lekker slapen. Nogmaals, Jade heeft dus deze vlog helemaal bewerkt. Helemaal geëdit. Tot in de topjes. Alle dingen die in beeld zijn gekomen. De intro, de outro, alles. Heeft zij gewoon dus bewerkt. Dus ik... Hij heeft losse pols geschud. Wat zeg je? Hij heeft losse pols geschud. Ja, dus ik ben heel erg benieuwd of het er een beetje gelukt is. Maar ik... Ik vind dat jullie mogen oordelen over hoe het geëdit is. Dat blijft er dus in. Ah, nee. Dat zeg ik nu. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. En later. Yes.